kan ik misschien helpen? Ja, mij mag je helpen. Ik heb een vraagje over dat boek. Kennen jullie dat boek? Dank u wel. Persoonlijk ken ik het niet. Nee. Oké. Misschien advies om te lezen. Want als medewerker van de Rabobank ben je eigenlijk ook een beetje mede verantwoordelijk natuurlijk. Want je volgt orders van bovenaf. En bovenaf zorgen ze dat deze corruptie in stand blijft. Toch? Snap je wat ik bedoel? Ik snap een beetje wat u bedoelt. En dan word jij eigenlijk misbruikt. Hè? Met je salaris word je eigenlijk afgekocht. Zodat hun dit kunnen blijven doen. En eigenlijk indirect ook jou en je familie natuurlijk. Hè? Want die gaan ook wel eens naar de bank. Eigenlijk oplichten. Oké. En ja, ik weet dat de Rabobank zelf hier een verbod op wil hebben. Logisch natuurlijk. Ja, want de waarheid mag niet naar buiten komen, snap je? Dus dat was eigenlijk het enige. Ik wou even verhaal halen. Nee, dat mag. Maar ik ken het helaas niet. Nee. Maar misschien een tip om te lezen. Zodat je weet waar je eigenlijk een bijdrage aan levert. Want uiteindelijk de verandering begint bij onszelf. En als we medewerking geven aan iets wat corrupt is, zijn we eigenlijk medeplichtig, toch? Kijk, als je het niet weet, dan weet je het niet. Dan ben je nog wel medeplichtig, maar je weet het niet. Maar als je wetende bent, nu ben je wetende. Dus nu is het een kwestie van, hè, wat doe je ermee voor jezelf? Ja, nu ben ik met u eens. Super. Dankjewel. Dan wens ik je een hele fijne dag. Als je iets doet.